Heb je hier nog een probleempje dat moet opgelost worden? Het gordijntje is kapot. Dat ik een bourgondische levensstijl heb. Sorry, ik ga mij verbeteren. Ik eet heel graag bourgondisch, maar ik eet ook zoveel mogelijk gezond. Maar om de extremen te compenseren, eet ik dus ook soms eens gewoon een blikje tonijn. Echt lekker is dat nu. Maar het bevat wel veel eiwitten en geen vet. Oké, ik ga weer verder. Ben geslaagd, eindelijk! Ben eindelijk geslaagd voor mijn drone-examen. Ik heb daarvoor 4 keer mijn theoretisch examen moeten doen. Ik had eigenlijk iedere keer best wel goede punten, maar ja, kijk, ik heb 88,46%. Ik heb werkelijk nooit, maar dan ook nooit, zoveel punten gehaald in school. Maar fijn, kijk, ik ben heel blij. Ik had 11 op 12 voor meteo. Ik had voor menselijke prestaties 12 op 12. Ik ben bijna dokter eigenlijk. Voor wetgeving had ik 16 op 20. En voor communicatie 7 op 8. In totaal is dat dus 88,6%. Bedankt voor alle steunbetuigingen. Ik heb dat enorm geapprecieerd. Dank u wel. En voilà. Nu naar de volgende stap. Er is nog... Wacht. Dat is hier mijn cursus. Kijk, dat is... de witte pagina's. Dat is het deel dat ik niet meer moet kennen. Maar voor het praktijkexamen zijn er ook nog 20 vragen die ik moet oplossen. Een beetje like het parcours voor je rijexamen. En dat is dat pakje. Dat zijn meer praktisch gerichte vakken. Zoals daar zijn
airpass-technologie, dus drone-technologie. Hoe dat komt dat je drone omhoog gaat en hoe dat je propeller werkt en zo. Aerodynamica, enzovoort, enzovoort. Maar ik zie het volledig zitten. Ik ga jullie natuurlijk via dit kanaal op de hoogte houden van mijn verdere vorderingen. En als ik ooit een drone-licentie heb, zoals ik jullie allemaal beloofd heb, ga ik ze ook zo laten zien. Serieus aan het trainen. Ja, met mijn skateboard. Maar gelukkig is mijn iPhone waterdicht. Amai. Ik zou zeggen, bedankt om te kijken. Bedankt voor de steun. Je kunt gerust abonneren, dan blijf je op de hoogte van al mijn avonturen. En maak er een fantastisch weekend van. En ik zie jullie graag volgende week terug. Bedankt.